Want wat zag je vaak van Berghuis, ook in de voorbereiding, staat hij een beetje aan die zijkant. Wordt er niet altijd aangespeeld. Hij werd door Sint-Just bijna altijd overlopen, voor bijna ondersteboven gelopen. Die kwam zo vaak op de meest gekke momenten, dat was net rechts buiten. Uh-huh. En dan ging hij een beetje naar binnen, maar nu loopt hij overal. Want ik die ene bal want die hij gaf... hij staat niet echt in de spits, hè? Nee, hij haalt ze zelfs bij de centrale verdediging op. Dat ja. is misschien wat overdreven, maar als hij op het middenveld... Hij kan wel een paas geven, want die kans van Koksu... Mm-hmm. Hè? Nou, dat was natuurlijk een wereldbal die hij gaf. En dat heeft hij wel. Die klasse heeft hij. Ja, ik was gisteren aan het analyseren met Elson. Die zei wel van, jeetje, hij zakt wel heel erg terug. Ja, en hij houdt meer van kaatsen. Dus wil hij wel in de spits. Dat is, Je hebt het ook met Tadić bij Ajax. Hè? Dat is Dolberg die niet goed speelde. Die uitvoerend was. Je had Huntelaar die niet echt fit was om te beginnen. En toen ging hij nee, Tadić daar neerzetten. Hm. Hè? En dan... Oh, hij moest ook natuurlijk op een gegeven moment, die was ook gepast. Neres speelde ook niet. Ja, die kon ze 40 miljoen van. Die speelde niet. Dus die moesten spelen Europees. Nou, en toen heeft hij dat Tadić neergezet. Aanspeelpunt, goede techniek, kan een paas geven. Is fysiek sterker dan Berghuis, mm-hmm. dat wel. Dat meer een aanspeelpunt. Maar het zijn er wel een beetje dezelfde type spelers. Hè? Twee linkspoten, goede paas, goed inzicht. Ik vond het een verademing gisteren. Hoor.